Vrijmarkt in Utrecht is start zijn voor landelijke Koninginnedagviering. 30.000 huishoudens in Breda zaten vandaag zonder water. Massale evacuatie in Italië vanwege opruimen vliegtuigbom. Na regen komt zonneschijn en dat is ook morgen zo met Koninginnedag. Dit is het nieuws met Pernille Lalaau. Goedenavond. In Utrecht is zojuist de Vrijmarkt begonnen. Het is dit jaar de 20ste keer dat het evenement in de stad plaatsvindt. En in Utrecht staat onze verslaggever Marijn Duintje-Tebbens. Marijn, het weer zit op dit moment nog mee, hè? Dat klopt, Pernille. Het is op een klein momentje vanmiddag om 2 uur, toen het een paar minuten regende, is het gelukkig droog gebleven. Er hangen nu wel wat dreigende wolken boven de stad. Maar je ziet het is behoorlijk druk en verwacht wordt dat zeker als het weer goed blijft er zo'n 200.000 tot 300.000 mensen naar deze vrijmarkt zullen komen de komende 24 uur. En dat betekent natuurlijk dat de mensen die hun standjes hier hebben opgezet goede zaken doen en daar soms ook flink voor moeten betalen. Ik sprak net iemand die had hier iemand anders gevraagd om een plaats voor hem te reserveren en daar moest hij 500 gulden voor betalen. Het is nou helemaal big business, Koninginnedag. Tja, niet helemaal de bedoeling, maar toch. Je zegt veel mensen zullen komen, veel gemeentes hebben met het oog op de ramp in Enschede en Volendam die regels verscherpt vanwege de grote evenementen. Is dat nu ook zo in Utrecht? Het is inderdaad een zeer groot evenement en dat brengt natuurlijk altijd gevaren met zich mee. De regels zijn niet aangescherpt omdat de gemeente Utrecht zei, kijk, die regels waren eigenlijk altijd al scherp. Wat ze wel hebben gedaan is opnieuw gekeken naar de vluchtroutes. Wat als er nou bijvoorbeeld plotseling een grote brand uitbreekt, kunnen mensen dan snel genoeg weg? Daar is opnieuw scherp naar gekeken en bovendien verwacht de gemeente dat mensen zelf ook extra alert zullen zijn op dat soort gevaren. Misschien lijkt het in eerste instantie een spontaan volksfeest, maar er zit wel degelijk een hele strakke regie achter. Wachten tot het 6 uur is, dat doet Utrecht vandaag in het zonnetje. Jullie zijn alvast klaar gaan zitten? Wij zijn alvast klaar gaan zitten, ja. Vanaf vanmorgen. Vanaf 9 uur. 9 uur, ja. Gaan jullie verkopen straks? Oude rommel. En je kan op de foto met Maxima en trouwjurk. Hartstikke leuk. Overal wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de vrijmarkt. Ik sta even te hijgen, want ik heb hier even een zware lichamelijke inspanning gedaan. Wat ga je verkopen? Houtsnijwerk, katten, van allerlei snuisterijtjes voor hebben dingetjes. Dit gaat nu allemaal naar binnen, ja. Straks weer naar buiten. En straks weer naar buiten voor de jongens, ja. En we hopen dat het allemaal opgaat vandaag en dat het weer zo blijft. Want dat is wel de bedoeling. Officieel mogen de verkopers hun plaats pas vanaf 6 uur innemen. Maar al in de loop van de middag verandert de Utrechtse binnenstad in één groot bezet gebied. Jij bent Peter? Ja, klopt zo. En je houdt maar vast bezet? Ja, die kan maar niet vroeg genoeg zijn, hè? Ga je verkopen? Zooi. Grof vuil, zeg maar. Er mag niet uitgestald worden, er mag geen verkoop plaatsvinden nog. Maar het is een fantastisch gezellige middag en we hebben het weer mee vandaag. En hopelijk morgen ook. Om het volksfeest in goede banen te leiden zijn zo'n 350 agenten op de been. Als wij zien dat mensen zich zouden kunnen misdragen, dan spreken we die mensen in eerste instantie aan. Dat is ook onze aanpak, proactief werken. Mensen aanspreken op hun gedrag. En als het niet anders kan, dan zullen wij reactief optreden en dan zullen we mensen ook aanhouden. Maar in principe willen we dat zoveel mogelijk voorkomen. Want het moet vooral gezellig worden in Utrecht. En dat is het zoals u op dit moment kunt zien. Er zijn nog steeds een paar plaatsen waar de politie wat mensen heeft moeten verwijderen. Omdat daar dat open moest blijven voor hulpdiensten. Verder is er één man aangehouden wegens openbare dronkenschap. Maar verder is het nog steeds erg rustig en plezierig hier. Ten slotte kan ik nog zeggen dat de politie hard zegt op te treden tegen wildplassers. Die krijgen 100 gulden boete als ze betrapt worden. En de politie heeft door de hele stad openbare toiletten geplaatst waar gratis een boodschap gedaan kan worden. Tot zover Utrecht. Dankjewel Marijn, we zien dat jij ook al in de oranje stemming bent gekomen. 30.000 huishoudens in Breda zaten vandaag een aantal uren zonder water. De oorzaak was een breuk in de waterleiding van een pompstation. Ook het treinverkeer lag enkele uren stil. Een inwoner van het dorpje Dorst ontdekte het lek en waarschuwde de politie. We hebben direct natuurlijk de waterleidingmaatschappij gewaarschuwd, maar ook de NS gewaarschuwd, omdat de spoorbaan dreigde te ondergraven te worden door het wassende water. De NS liet meteen het treinverkeer tussen Breda en Geelse Rijen stilleggen. Ook een woonwijk vlak naast de spoorlijn werd door het water bedreigd.
Ondertussen zaten zo'n 30.000 huishoudens in Breda zonder water. De waterleidingmaatschappij stortte zand om het water in te dammen. Het water werd vervolgens uit het weiland naast de spoorlijn gepompt. Tegen de middag kon in Breda de kraan weer open. Ook het treinverkeer kon rond een uur of 12 weer hervat worden. Een crisisteam van de NS onderzoekt hoeveel schade de spoorlijn heeft opgelopen. Hoe het lek heeft kunnen ontstaan is nog onduidelijk. Een massale evacuatie in Italië. Bijna 80.000 mensen moesten hun huis uit omdat een grote vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk werd gemaakt. Het is de grootste evacuatie in vredestijd in de Italiaanse geschiedenis. De stad Vicenza was vanmiddag volledig uitgestorven. De 2000 kilo zware bom die onschadelijk gemaakt moest worden was van Britse makelij. Het gevaarte was tijdens de Tweede Wereldoorlog op een kerkhof terechtgekomen, midden in het centrum. Vorige maand werd hij pas ontdekt toen een grafdelver erop stuitte. Behalve inwoners zijn patiënten uit dit ziekenhuis en ook honden en katten geëvacueerd. Het projectiel zal nu naar een plek buiten de stad worden gebracht en daar wordt de bom onschadelijk gemaakt. De bron van de mond- en klauwzeerepidemie in Groot-Brittannië is mogelijk een keuken van het Britse leger. Besmette etensresten van de keuken zijn terechtgekomen in het varkensvoer op een boerderij. De oorzaak van alle ellende rond de mond- en klauwzeercrisis is terug te leiden naar keukenafval van de Engelse defensie. Dat schrijven de Britse zondagskranten The Sunday Times en The Sunday Telegraph vandaag. Het afval bestaat uit restanten van geïmporteerd voedsel. Al 25 jaar worden deze etensresten geleverd aan een varkensboerderij waar de eerste MKZ-besmetting is geconstateerd. Het afval wordt gebruikt als varkensvoer. Het Britse ministerie van Defensie heeft bevestigd dat het afval is geleverd aan de boerderij, maar ontkent dat er vlees in zat uit landen waar mond- en klauwzeer heerst. Eerder werd gesuggereerd dat afval van een Chinees restaurant de oorzaak zou zijn van de MKZ-epidemie in het Verenigd Koninkrijk. Israël en de Palestijnen hebben een akkoord bereikt over het staakt het vuren. Het moet een einde maken aan het geweld van de afgelopen 7 maanden. Het akkoord heeft niet kunnen verhinderen dat er vandaag toch weer doden vielen. Terwijl Yasser Arafat en de Israëlische minister Peres topoverleg voerden, ging het geweld in het Midden-Oosten onverminderd voort. In Noord-Israël kwam een Israëlische man om het leven toen zijn auto onder vuur werd genomen door Palestijnse schutters. De andere inzittenden raakten gewond. Het staakt het vuren is een initiatief van Egypte en Jordanië. In Cairo sprak de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken de hoop uit dat het akkoord een eind zal maken aan het geweld in de regio. The first thing on the agenda, as far as we are concerned, is the end of fire, terror, violence. It's impossible to negotiate when there are shootings and bombing in the streets and the borders. Het staakt het vuren is de opmaat voor nieuwe gesprekken tussen Israël en de Palestijnen. Die zullen over een maand plaatsvinden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de computerproblemen in het internationale ruimtestation ISS opgelost. 3 vitale hoofdcomputers waren woensdag uitgevallen. NASA heeft ook de nieuwe robotarm gemonteerd aan het ruimtestation. Die robotarm kan onder meer technische mankementen repareren en zware apparatuur verplaatsen. Door de computerproblemen kwam het bezoek van het Russische ruimteschip Soyuz aan het ISS in gevaar. Aan boord van de Soyuz is de eerste ruimtetoerist, Tito. Deze Amerikaanse multimiljonair betaalde 50 miljoen gulden voor de trip. De Soyuz komt morgen aan bij het ISS. Vanavond en vannacht zal de bewolking toenemen. Later in de nacht volgt regen. Koninginnedag is eerst bewolkt en dan regenachtig. Degenen die uitslapen zullen er alleen weinig last van hebben, want in de middag komen de zonnige perioden. Het wordt aangenaam warm met een gemiddelde temperatuur van 20 graden. Dinsdag en woensdag loopt de temperatuur verder op. Het brengt soms wel fikse buien met onweer met zich mee. En tot zover deze uitzending van het nieuws. Meer nieuws vanavond in Hart van Nederland en wij zijn er morgenavond weer. Graag tot dan en voor nu alvast een prettige Koninginnedag morgen.